Iets te kort gespeeld. VR met een goede combinatie. Met Kolka. Voorzet van Kolka. En goede kans voor Lörling. Jansen, waar naartoe? Dit is wel de minste oplossing. Je kon de bal ook niet kwijt. Aarts. Oeh, Aarts, wat doe je? Wat doe je? Amoa en Aarts voorkomt. Een treffer maakt een eigen fout. Deels goed. Ja, dit is een wat overschatting van zijn eigen mogelijkheden. En het is maar goed dat hij snel is en dat hij lang is. Want zo kan hij zijn eigen fout herstellen. Carbo glijdt in met twee benen. En een vroege gele kaart van Kevin Blom voor Carbo. Ik kan me dat voorstellen dat de scheidsrechter hiertoe wordt uitgenodigd. Anders dreigt de wedstrijd al in een vroege fase te ontsporen. Schenkel raakt de bal kwijt. Reuzer, slim balletje. En nu gaat Lörling op de bom. Ja, het is eigenlijk een revancheactie van Anthony Lörling. Die heeft in de 10 minuten tijd dat deze wedstrijd nu oud is al een 3-4 trappen moeten incasseren. En nu doet hij eens wat terug. Veer. Amoa wordt vastgepakt daar. Amoa wordt vastgepakt. En Blom schudt van nee. Bij het EK voetbal in Oostenrijk en Zwitserland zou de actie van Schenkel al genoeg zijn geweest voor een penalty. Lange bal van Mitilica. De wedstrijd is 25 minuten oud. NAC probeert het spel te maken. En Willem II loert op venijnige counters. Matthijssen. Boutahar. Veloso komt mee, de linksback. En Ter Rauwelaar ziet hem achtergaan, tenminste, als hij daar komt. Kwakman voorkomt dat. Lörling ineens. Lörling zelf. En weer wordt Lörling gestuit door middel van een overtreding. En nu komt er geel voor Jansen. Corner van Reuzer. Goed weggekopt nog bij de eerste paal door Boutahar. Ja, die staat er niet voor niets. Afgeslagen bal is voor VR. Penders wordt omarmd. En niet door liefde deze keer. En Reuzer schiet weer. Kwakman. Goede lichaamsschijnbeweging, maar dan een misverstand. Lörling kan het niet meer corrigeren. De Moesje staat buiten spel. En nu wordt er weer uitgedeeld. Hier gebeurde dat. Ja, een slaande beweging van Lörling. Dat was het wel degelijk. Ja, op alle fronten wordt Kevin Blom nu getest. Carbo, meteen weer aangepakt, nu door van de leegte. Schenkel. Amoa jaagt. Amoa is gretig en Amoa doet hier niets verkeerd. Amoa, Reuter is voor de goal, maar Amoa wil het zelf doen. En dat leidt tot een woedeaanval bij Martijn Reuter. Die er toch beter voor stond. Reuter. Penders, oh! Zo dichtbij is NAC nog niet geweest. Amoa. Amoa nog altijd. En dan weer een beuk van Schenkel.
Dit is een plek met heel veel perspectief voor NAC. Kwakman gaat het doen en Kwakman scoort bijna. Zoals het al vaker bijna is geweest in deze eerste helft voor NAC. Zwaanswijk, na ruim een minuutje voetbal in de tweede helft. Willem II heeft één keer gewisseld. De rechtsback Jans is eruit gegaan voor middenvelder Deul. Waardoor Agoen hier aan de bal een linie naar achter is opgeschoven. Riskante paas. Met Tiliga. En Kolka laat het nu over, noodgedwongen aan Namoa. Bij geen buitenspel en dus is hier een levensgrote kans voor Mitiliga notabene. Matthijssen. Niet lekker geraakt, maar dat heet Van der Leegte zelf ook. Corner van Boutar. Veloso. Oeh, op de lat. Ten Rauwelaar grabbelde daar en kon er niet meer bij. Maar hij wordt gered door de lat. Boutar. De Moesje. Veloso. En de bal wordt weggeroeid door Reuzer. Matthijssen, niet verkijken op die bal. Het loopt goed voor Matthijssen af. En daar is de Moesje. Ho, ho, ho. Een heerlijk doelpunt van de Moesje. Slechts 5 minuten heeft Willem II een overwicht gehad in deze wedstrijd. En dat wordt nu al omgezet. Dat resulteert nu al in een treffer. Reuzer. Amoa. Oh, het laatste tikje ontbreekt bij Amoa. Deul. Mohamedou. Boutar. De Moesje wijst. Mooi hakje. En Boutar. En nu is het wel een strafschop. Veher krijgt ook nog geel. En Blom stond goed gepositioneerd. De Moesje vanaf 11 meter scoort. Uitstekende lichaamsschijnbeweging. 2-0 Willem II. Twee keer de Moesje. De Moesje. Weer in zijn duel met Zwaanswijk. Dat is een machtsstrijd. En Zwaanswijk haalt zijn gram nadat hij eerst gepasseerd wordt. Zwaanswijk ontsnapt aan een kaart. Boutar. En daar is hij weer, daar is hij weer. Ja hoor, hij gaat erin. 0-3. Een doelpunt van Mohamedou. Die het laatste zetje gaf. Het doek valt voor NAC in deze wedstrijd. Carvo. Gillissen. Invaller. Wellicht nu dan. Er zit zo'n eretreffer erin. Amoa. Van Eijden zit mis. Amoa krijgt hem terug. Amoa. Ja hoor, daar is dan die eretreffer. Amoa juicht. En toont eens te meer aan dat hij in vorm is, dat het een goaltjesdief is. Zijn derde treffer al in dit seizoen, in 2 duels. En het is een pleister op de wond.